Met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Gent, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek in Melle, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishem en talloze biotechbedrijven in het Gentse vormde zich de afgelopen decennia in onze regio de tweede grootste biotechcluster wereldwijd. Door de overname van Crop Design in Nevelen is die cluster weer een beetje groter. Het VIB wil in het voormalige onderzoekscentrum een agro-incubator vestigen een speeltuin voor startende biotechbedrijven zeg maar. De bedoeling is om hier uh, ter plaatse eigenlijk een aantal kleine start-up uh, bedrijven te kunnen huisvesten die vanuit VIB kunnen ondersteund worden. Er is 100 vierkante meter uh, laboruimte beschikbaar. Uh, we hebben ook bureauruimte beschikbaar die kan ingenomen worden door de start-ups. Uh, maar daarnaast kunnen ze natuurlijk ook uh, deel van de serverruimte uh, gebruiken en kunnen we in samenwerking met VIB kijken of we al dan niet bepaalde services aan die bedrijven kunnen, uh, kunnen toevoegen. In totaal gaat het over 3500 vierkante meter geautomatiseerde serrenruimte, die is uitgerust met de nieuwste technologieën. Je kan er experimenteren met licht, water en temperatuur. In deze fotoruimtes worden de gewassen tot in het kleinste detail in beeld gebracht. Op basis van die beelden kunnen we automatisch en ook heel accuraat opmetingen gaan maken richting de groei van de planten, de ontwikkeling van de planten. Maar ook de, de fysiologie kan bekeken worden, dus de waterhuishouding en de fotosynthese. En zo kunnen we um, eigenlijk heel kleine verschillen in, in verschillende plantenvariëteiten uh, gaan opsporen die nuttig kunnen zijn later in het veld bijvoorbeeld. Het VIB gaat hier ook samenwerken met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Welke startende biotechbedrijven zich hier komen vestigen wil het VIB nog niet kwijt.